Margot Boer, tweede op deze 500 meter. 400ste achter Jenny Wolf. Een minimaal verschil. Maar ben je daar dan blij mee dat het verschil zo klein is? Of baal je juist dat het zo klein is? Nou, nee. Ik ben gewoon heel blij met mijn race. Die was echt super. En technisch. En het ging zo hard. En ik zat zo dichtbij. En dan is het wel jammer dat je er net niet verslaat. Maar dat komt nog wel een keertje. Want je kwam eigenlijk met ruim achterstand uit de opening. En daarna ging je als een speer naar Wolf toe. Mm-hmm. Ja, mijn kruising was echt ontzettend goed. Ik speerde er zo heen. En het is gewoon prachtig om dan zo'n laatste duel of zo'n laatste 100 meter uit te vechten. Ze voelde wel dat ik eraan kwam en ze ging een beetje naar achter trappen en ik bleef goed schaatsen. En het was net een meter te kort om te winnen, maar het is wel een hele mooie tijd. Je kunt er wel voor slaan dus? Ja, het zou wel kunnen, ja, maar ik denk dat het nu nog een beetje te vroeg is ervoor, omdat mijn opening nog niet goed genoeg is. Maar het zit er zeker een keertje aan te komen. Maar de race van morgen, kunnen we dan even vooruitkijken? Laatste buitenbocht? Ja, alleen dan start ik binnen. En dan zal ze wel het voordeel hebben dat ze iets dichter bij mij op de kruising zit. Dus nou ja, hopen dat ze met mijn snelheid meepakt op de kruising en dan de bocht niet durft te lopen. En dan haar snelheid opvangen in de buitenbocht. Maar we zien wel morgen weer een nieuwe dag. Dus, Is er naar Vancouver bij jou iets veranderd? Dat je de laatste stap nu wel kunt maken naar het podium? Nou, er zijn twee dames niet, die normaal voor mij reden en die op het podium ook stonden in Vancouver. Dus je weet nooit wat die gereden zouden hebben natuurlijk. Alleen, het gaat bij mij erg goed en ik heb mijn doel alweer verzet naar volgend jaar, dus komt wel goed.